In deze aflevering bezoeken we prachtige verborgen plekken. Plassen in de duinen van Den Haag. Dit is Ernst. Van kleins af aan al bezig met alles dat onder water leeft. Altijd in voor een frisse duik. En altijd vol verhalen. Dat is Ernst. Het is hier heerlijk rustig. En dat is niet gek. Duinplassen zijn namelijk zeldzaam en kwetsbare natuur die makkelijk verstoord kan worden. Het staat niet toegestaan om hier zomaar zonder toestemming te komen. Wow, echt super mooi hier. Kraakhelder water. Die gele plomp die zo mooi groeit. Deze plas is gegraven in de jaren 30 om zand te winnen om de woningen hier achterop te bouwen. Daar hebben wij die mooie plassen over gehouden. Vergeleken met andere gebieden in de regio hebben de duinen iets bijzonders. Onder invloed van weer en wind kan het landschap nog steeds veranderen. Het zand kan verstuiven en het waterpeil kan flink schommelen. Hierdoor zul je hier minder snel veel vissen vinden. Zeker in de kleine poelen die in de zomer kunnen droogvallen. Gaan we even onder water kijken wat er te zien is. Zullen er geen vissen zijn, maar vast en zeker een hoop andere mooie dingen. Kijk, mooi man. Je ziet niet direct dieren, maar wel heel mooi. Die bladeren van die gele plomp en die stengels. Heel gaaf. Doordat hier heel weinig vissen zitten, is dit een fantastische plek voor amfibieën. Ik moet dus ook goed gaan uitkijken dat ik niet op de kleine kikkertjes en padden ga staan. Kijk, kijk, hier. Een klein groen kikkertje tussen het gras. Zie je dat? Ja, kijk hier wat leuk. Deze hier. Kijk eens. Een waterschorpioen. Oh, dat is ook mooi. Een hele kolom met slakeitjes. Nou, dan leeft hij nog veel meer. Er lopen allemaal schaatsrijders op het oppervlak en het zwermt bijna van de libellen. Dit is echt een hele mooie plek. Deze poelen zijn kleiner en kunnen in de zomer droog vallen. En hier kun je de rugstreeppad vinden. Een zeldzaam dier dat dit soort plekken juist fijn vindt. Ja, de groene kikker. Oh, drie zelfs. Kijk, 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 daar zit er een. Deze padden zitten graag bij droogvallende poelen, want hier zitten geen vissen die de paddeneitjes opeten. En hij houdt ook van zand, dus hier kan hij heel goed graven. Perfect voor hem. Kijk hier, allemaal padjes, kikkers. Wow, het zit hier echt helemaal vol met kleine kikkertjes. Hier gaat het gewone pad en daar zit ook een groene kikker. Er zijn hier maar een paar van dit soort poelen en dat maakt ze kwetsbaar. En daarom is dit beschermd natuurgebied. Een tijdje terug waren ze ook helemaal dichtgegroeid. Maar 10 jaar geleden zijn ze weer helemaal hersteld. En dat is zeker de moeite waard geweest. Kijk, dit is leuk. Daar weer de kruid. Het is vrij massaal hier. En dat is herkenbaar aan de veervormige blaadjes. Dit, het lijkt net een klein kerstboompje, maar het is lidsteng. En dat is toch wel vrij zeldzaam hier in de buurt. Dit is ook een leuk plantje. Drijvend fonteinkruid. Dat kom ik ook maar heel af en toe tegen. Ik ga het gebied nu weer lekker met rust laten. En me voorbereiden op de volgende aflevering. Dan gaan we samen kijken naar de bijzondere reis van de aal. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer afleveringen zien? Dat kan op mijn YouTube-kanaal, Ernst van de Waterwereld. En vergeet je dan vooral niet te abonneren.